Mensen schijnen de wijk te kennen. Maar kennen ze de vrouw die terugkeert uit de stad? Of de man die de straat proper schept? We kennen de geur van de straat en de kleur van de gevels. Maar wat met de mensen? Wat met de nieuwe diversiteit die achter deze façade schuilgaat? Wat betekent het echt om samen te leven? Van stilte, joh. Mijn vrouw zegt tegen ze, wat doe je er eigenlijk? Ja, ja. In 1972 zijn mijn ouders hier komen wonen. Ik kwam regelmatig op bezoek. Dat zijn mensen hier, dus. Wij waren ook een jong koppel. We waren toen maar 5 jaar getrouwd. Uiteraard, een huis gaan kopen op die leeftijd, in die tijd was heel moeilijk. Dus en daar kwam plaatsen vrij in de wijk Hemelrijk om eventueel een aanspraak te maken op een van de sociale woningen toen. En dat is dan ook gelukt in 1976 toen. Ja. Zo? Ja. Ja. Voilà. J'ai 3 enfants. Ça fait presque 5 ans j'habite ici à Dinderleu, mais j'ai fait presque 3 ans ici à Emmanek. Mijn passie is uiteraard karate, dat is een gevechtskunst. En ik ben ermee begonnen omdat ik als klein manneke altijd een beetje aanvoerder geweest ben van de bendeken. En die bendeken voor elkaar die vocht regelmatig. En uiteraard als aanvoerder was ik toch wel een van de meeste mensen die het gemakkelijkst tegen het gevecht aanging. Is het naar de middelbare school te gaan en zo, is dat toch allemaal sterk verminderd. Maar die goesting om te knokken, om te vechten, zat er nog altijd in. Tot ik het karate ontdekt heb en toen is dat toch wel serieus wat weggevallen. Wat gaat je doen met die paard? Gaat je hem de kus geven? Nee. Hè? Afwerken of? Ja. Kunt je nog iets doen? Dat kan ook. In het karate zijn er geen rassen, geen kleuren. De ego blijft in de kleedkamer hangen. Op dat moment, als we in de zaal binnenkomen, is iedereen gelijk. Ja, dat is mijn vriend, hè. Ze woont ook Dinderleeuw. Alles goed? Ja, en met u? Ja, goed. Je viens du Congo. Ça fait 15 ans que je suis ici. Ah, bon? Ah, ça va. Bon, je m'attendais, je suis venue pour 45 jours et puis après je rentre chez moi. Mais on me dit, ne viens pas. La raison est claire, il est valable que ça ne va pas là-bas. Il y a l'instabilité, on tue les gens. Moi aussi, on voulait me tuer hein, quand j'étais au Congo. Hein. Oui, hein. Oui, j'avais raté. J'avais raté, on avait déjà fait comme ça. Et c'est un monsieur qui m'a enlevé. Ah oui, j'allais mourir. Ça, c'est une autre vie qui commence. Het is dubbel, we moeten een keer wat vroebelen. Ja, ik heb het. Burghebel! Il faut l'intégration. Ça, c'est important. Si vous venez chez moi, par exemple, au Congo, vous devez faire l'effort de s'intégrer. Et moi aussi, pareil, je dois faire ça. Et si je fais ça, je vais essayer
de faire l'effort de se comporter un peu comme vous. De wijk is in die zin veranderd. Er zijn heel wat nieuwkomers gekomen, jongere mensen uiteraard. Is er meer beweging in de wijk? En ik denk dat die evolutie misschien te snel gebeurd is. De geest is zoals de parachute. En ik verklaar me nader, wanneer werkt de parachute het best? Als je open is. Als die gesloten blijft, werkt dat niet. Dus hoe meer cultuur dat je kent, hoe rijker dat je wordt. Hela. Jammer, moet ik ook eten. Serieus. Het is ook zo dat in de wijk heel wat oudere mensen wonen, de oudere generatie, laat ons zeggen, die meer problemen hebben met de nieuwkomers. De reden is heel simpel, de communicatie. De taal. De taal is de sleutel, gegarandeerd. Als je die niet hebt, kom je nergens niet binnen. Maar Isaac, il est sérieux, Isaac. Ja, maar Isaac, tu es sérieux, Isaac. En 2010, quand j'étais à Bruxelles, j'avais fait des cours de néerlandais. Je voulais s'intégrer comme ça. C'était bel en grec, voor mij. Alles goed. Combien met kind? On va te comprendre et vous allez se comprendre si tu as un problème, si tu ne sais pas parler, mais entre-temps l'autre ne comprend pas, tu vas avoir l'impression comme s'il ne t'aime pas. C'est ça le problème. Tu peux appeler quelqu'un, non, il est raciste. Non, par contre, qu'il n'est pas raciste, c'est parce qu'il n'y a pas la compréhension. Il n'y a pas la compréhension. Denk eens goed na, wat is vaak het werk van een moeder? Iedereen kan daarover nadenken, hè? Iedereen kan daarover iets zeggen. Hè? Ja? Oké, twee minuutjes. Op Hemelrijk zijn we mee begonnen dat er dus heel vaak in Palaber waar organisatie gaat zijn, waar iedereen bij uitgenodigd is. Het is nog jong, maar we voelen wel dat er een zekere dynamiek is, dat die mensen wel buiten komen en dat ze ook de moeite doen om het te doen. Vanuit gemeentebestuur zijn er heel wat inspanningen geleverd. Er zijn speelpleintjes aangelegd en er is ook een jeugdwerking die de mannen, die jonge mannen, bij zich houden. Maar zoals je weet, ledigheid is het oorkussen van de duivel. Dus als je die mannen wat te doen geeft in de middag, dan zijn die bezig. Dan gaan ze geen kattenkwaad uitsteken. Voor mij? Nee, rien. Parce que de ma nature, je suis pas quelqu'un de problème. Ni mes enfants. Donc je trouve ça, il n'y a rien. On n'est pas comme ça. Tout week-end. Il faut du respect. C'est tout. Quand on se respecte, on n'aura pas de problème. De toekomst van de wijk, ik vind dat die wel er goed uitziet. Als we in slagen om dus de input van allochtonen, als we in slagen om die te controleren en meer gespreider te maken, dan zal het meevallen. Ik heb mijn tuintje hier, mijn hof, mijn visjes zitten daarin dus. Zou het ooit weggaan? Nee. Nee.